Maar Dylan is weer de boer aan DDoS'en. Dat is wellicht ja, gezien. Sowieso, dat gebeurt elke aflevering nu. Ja. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel de Blitz of Avo Games. Gaan we daar lekker spelen in de map Egypt. Je ziet hem hier staan, The Man aka Dylan. Hallo Dylan. Een hele goede middag. En zoals je kan zien mensen, er werd hier gevraagd, Dylan hoeveel BSG kills heb jij? Zegt Dylan 4 miljoen, ik bedoel leaderboard nummer 1 confirmed easy. ja, mensen sturen mijn plank al, ik heb zoiets van ja, waarom zoek je dat zelf niet lekker op? ja. Ja, maar je kan het ook aanzetten in de lobby, hè, dat ze kunnen zien hoeveel kills. Ja, dat heb ik ook wel. Wat, oh ja, ik heb het uitgezet. Oh, waarom? Ja, ik weet niet. Ik vond het. Ik je te goed daarvoor. Ook. Waarom zitten ze nou allemaal achter ons aan, jongen? Echt gewoon met groepen. Nou, dat is er worden hele groeperingen gemaakt hier tegen ons. Dat is toch vet leuk als je iemand kan focussen? Ja, maar ze zitten echt gewoon 4 man. Bij mij nu niet meer. Bij mij zijn ze redelijk opgehouden. Dat ik iets voor probeer weg te klikken, zo hoppatee. Nee, daar komen ze al. Ja. Oh, nou, ik krijg wel lekker deze kant. Weet je, ik heb zo meteen Meatmaster Kit. Ik bedoel, kijk hoe fucking gestekt ik nu al ben. Oké, okay, hij heeft ook een zwaard deze kerel. Ga weg joh, ga weg. Oh. Kom Dylan. Waar ben je? Ja, gewoon hier ergens boven aan het ronddurpen. Oh, ik zie je. Oké, nog 17 seconden volhouden. Ja, nou, dat lukt wel. Ik heb toch full AP. Oh, ze gaan nu tegen elkaar vechten. Heel goed. Hoppatee. Oh, ja, die raakte die ook nog, hè? Heerlijk. Oké, dan gaan we dan in 3. We gaan gewoon voor in mijn mode. Ja, 3, 2, 1. Taan, 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 taan. 1 kill. Kom op. En 2 kill. Kom op, waar is die? Ik zie hem niet. Oh, hier zit eentje. En free taan kill, bro. Shoutout naar jou voor de free taan kill. Hoewel ik hit alles scheef. Nee, jou, hij komt terug naar jou. Dylan is weer de boel aan DDoS'en. Hier, hij is bij jou. Waarom lag alles? Ja, ik heb geen flauw idee, maar hij gaat niet dood. Maar jij hebt er ook last van. Ja, ik zie hem ook naar voren durpen. Oh, ik dacht misschien rent hij deze kant op. Fuck! Dylan is weer de boel aan DDoS'en, mensen. Hij geeft op. En hoppakee. Nee, ik heb gear voor je, man. Nice. Oh ja, betere body. Die mag je ook wel hebben. Nice. Maar Dylan is weer de boer aan DDoS'en. Dat is wellicht gezien. Ja, sowieso. Dat gebeurt elke aflevering nu. Ja. Heb je ook... Wat heb ik? Food. En je hebt een Meatmaster. En dankjewel. Nee, ik geef tenminste wel 2 in plaats van 1, dus ik kan jou food vragen. Ja, ho. Ik had er toen maar 2. Ja, dan moet je gewoon inleveren. Trouwens mensen, mocht je het leuk vinden, je kan altijd even duimpie indrukken. Duimpie. Heb je nog iets nodig eigenlijk verder? Nee, ik ben goed zo. Oké, sorry. Sorry dat ik het vroeg hoor. Jeetje. Zeg. Wat? Jeetje zeg. Jeetje minus. Oké, we zien hier iemand met de paardentamer. Zo. Ook nog. En we zien hier ook iemand denk ik met de slime kit. Oké, die moet dood. Oh, ik kan niet. Nee, hij zit op zijn pet. Oké, okay, in de back. Iemand met slime kit, die heeft sowieso een knockback. Kom op, 1 HP, heb je een boog? Nee, ja, ik heb een boog zonder arrows. Nice. Ja, anders voeg ik wel mijn pijl en boog. Ja, dit is heel kloten. Achter ons. Ja, nee, er gebeurt niks. Dus, hier komt die volgende, hier met de dikke gear. Gaan we het doen? Ja, moet denk ik. Ja, we gaan dood, man, we gaan dood. Oh, what the fuck. Ja, ik weet niet of we die hadden moeten doen. Ik denk het achteraf gezien niet, alleen... Ja, Het was geen goede... Wat zei je? Er gebeurde te veel. Ja, het was too much, maar deze bananendurp... Wow. Bananendurp, wow. Tot de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer in een nieuwe game. Kijken natuurlijk of we dan hier wel een win van kunnen maken. En of niet, als we doodgaan door iemand. Waarvan we toch zoiets hebben van... Nou... Ik weet niet helemaal of dat wel helemaal legitiem was. Wat andere mensen ook al zeiden. Maar goed, weet je, nieuwe game, nieuwe kans. We gaan ons best doen. Hoi. Hoi. Waarom heb jij überhaupt witte ogen en geen pupillen of iets? Dat weet ik niet. Oké, sorry. Deze skin heb ik opgestuurd gekregen en hoppakee. Oké. Ja. Nee, is duidelijk. Nee, is duidelijk, joh. Ik denk, Minecraft is toch best wel real life shit en dat soort shit. Ja, sowieso. Daar ging er iemand net heel snel naar het midden toe gemoved. Kom. Dag, deze. Nee, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Nou. Worden we achterna gezeten? Vast wel. Nee. We zijn undercover. Oké. Zo dan. Oh. En dan trek ik even deze uit de kast. Oh. Dat is me merk. Trouwens mensen, het is zondag. Coinskill winverschil. Zou nu in beeld gaan komen. Holy moly, bijna vergessen. Dus voor de mensen die nu hadden getypt. Tuffy, je bent vergeten. Hell freaking no. En een leaderboard, dat ziet er zo uit. Ja, dat dus. En dan zul je zien Dylan, dat ik het nu alsnog vergeten in te editen.
Ja, joh. Nee, dat gebeurt wel eens. Zijn we voor jou gewend, toch? Nou, ja. Nou, de appie op zich best een punt. Ik moet mijn kit hebben, dan ben ik stacked. Ja? Ja. Oh, hey! Oh, je had die gewoon mijn body, hè? Nee, deze body is mooier dan die jij, die hebben we. Ja, Toch? Waar ga je nou heen? Ik stond nog hierboven, joh! Oh, schiet eens op! Ja, moet de kills maken. Ja, is goed, Brody. Brody! Je zit ook in de vorige game, Brody. Brody! It's a real Brody! Oké, we zien die mensen met helemaal geen gear gewoon. Dit is een beetje ons kaliber, Dylan. Dit kunnen we aan. Schiet hij nog een pijl mis ook? Ik zeg, dit is ons kaliber en dan... Oh, ik dacht dat ik tand ready had, maar schijnbaar ga ik dan naar de lobby toe. Ik heb niet eens tand getypt in de game. Oh, hij heeft een fucking... Oh, wow. Nee, ik wou hem schieten. Ik wou hem schieten. Hierboven is ook nog eentje, hè? Oh, echt? Ja, je zit hier gewoon in een boom, joh. Hier, hoi. Wat is dit voor een game? Oh, kom. Wat? Een betere broek. Of ik die heb? Nee, ik. Kijk. Oh. Nee, ik kijk niet naar jou. Oh, oké. Okay. Ik vind het niet zo boeiend om naar jongens te kijken. Sorry, Dylan. Oh, doe even normaal, man. Ik schiet ook geen pijl op jou. Niet? Nee, want ik kan de muziek alsnog. Oh, we hebben weer een horse nummer. Oh, god. Pak hem. Gotta go fast. Kill de paard. Oké, paard is dood. Heerlijk. Wat? Hij teleporteert opeens iemand daarin, joh. Kijk dan. Wat, deze Brody? Ja. Nee, jongen. Hij liep hier al naartoe. Gewoon met een vechten, kom op. Zijn paard heeft niet meer, dat is fucking Gucci. Afsnijd die hap. Hoppa, hey Brody! Brody. Fucking spinnen. Spinnen, nee! Ja, ik kill ondertussen de spinnen wel. Is Gucci. En dan komt er dus gewoon lekker achter Brody aan. Ach. Brody. Kom maar, limonade. Hij wil wel vechten, maar toch ook niet. Weet je, zo is het hier op het moment. Speed 2, we nemen het gewoon weer in. Dan gaan we gewoon weer voor. Hey Brody. Wat fuck, er komen opeens twee mannen op mij af. Brody. Waar kwamen die vandaan? Weet ik niet. Waar ben je dan? Ik ren de andere kant op. Oh, kom eraan. Oh, gaat fout. Blitz 5. Ja, Blitz 5 games gaat. Wat? Oh. Waarom ga je dan ook alleen? Ja, maar Dylan! Oh nee. Opeens bij spawn toen ik achter jou aanliep. Dit gaat helemaal fout. Je was er gewoon langs heen gelopen bij wijze van. En toen kwamen hun opeens op mij af. Ik zat achter Brody aan. Oh! Ze zitten nog vlak achter je. Zeg dat dan voortaan ook eventjes. Kijk, ze zitten vlak achter je. Heel vlak achter je. En nou zit hij vast. Oh! Dood. No! Ja, nee! Nee, wat doe je? Nee! I'm in my mom's car! Rechtdoor. Brom. Gewoon rechtdoor, ze zijn afstand. Ze zijn met Brody aan het vechten. Gotta go fast. Als je één kill weet te pakken, jongen. Dan komt het goed. Ja! Next! Oh, daar heeft Golden Apple. Rennen. Ik heb toch regen? Oh! So close. 3 HP. Ah. Dylan, ik haat jou. Echt, door jou zijn we dood gegaan. Nee. Helemaal niet door mij. Jawel. Sliep mij daar alleen. Ja, mensen, dan zullen wij nog wel eens even gaan uitvechten in de volgende game. Tot zometeen. Goed mensen, dan zijn we weer in de map Citadel. Kijken natuurlijk of een van ons hier dan wel kan winnen. En ik zeg één van ons, want dit is een solo game. Ik wil niet meer met... Hey, je staat naast mij. Die kerel naast je heeft mijn hertogen skin alleen dan iets aangepast. Astasje vind ik leuk. Dylan. Ja, Dylan. Doe even normaal. Dylan. Even normaal. Ah, wat zie je op thee. Dylan, hier kom maar. Eventjes normaal doen. Ik ging gewoon achter die aangap. Niet doen. Nu de andere kant op en wegwezen. Oh, wat ben ik erg. Wat ben ik een klootzak. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Ja, mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Dat ga ik zeggen. Ik vind het leuk om te doen. Oké, ik heb een kill. Gotta go fast. Ja. Rank. Oké, ik zit hier gewoon lekker gewoon gevecht met mensen gewoon. Ik krijg hier een free tan kill. Bro, shoutout naar jou. Wel, je hebt je tan niet gekald. Maar alsnog, shoutout naar jou. Dankjewel voor de free kill. Hoppatee. We zien hier iemand met 5 HP. I rage place. Je hebt speed, grap, je moet niet springen. Goed zo. Niet springen, je hebt speed. Oh my god. Sommige mensen. Oh, Dylan, was je toch zo dicht bij de dood, jongen? Goh.
Heerlijk is dat, hè? Vanaf de spawns die focus geeft. Dat is toch gewoon, denk ik van, dat wil ik wel vaker. Ja, wil je vechten, man? We krijgen een free tank, shout out naar jou, dankjewel. Daar doen we het voor, zei dat serieus? Deze kerel heeft een invisib. Oké. Ik kan niet meer winnen, Dylan. Hoezo? Nou, dat een of andere Sir Deadly, die kwam naar mij toe met mindere gear en die wist mij gewoon goed te hitten en ik was gewoon klaar. Hij killde mij ook! Nah, dit is niet legit hoor. Ik weet het niet. Ik denk het wel, maar ik weet het niet. What the fuck? Daarom, hij komt uit het niets. Ik wil hem nog een keer zien vechten eigenlijk. Maar uit het niets kwam hij en hij weet gewoon... Zie je, maar kijk... Ja. Misschien is hij ontiegelijk goed. Maar misschien ook niet. I don't freaking know, mensen. Mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op het Dylan's kanaal. Linkjes natuurlijk beneden in de beschrijving. En mensen, tot de volgende keer.